hartelijk dank dat ik hier bij het Dutch Australian Cultural Center mag zijn om kort uit te leggen waarvoor ik in Australië ben. Ik ben werkzaam bij het Centrum voor Internationale Erfgoedactiviteiten, in het kort het CIE. En ik voer momenteel een inventarisatie uit op het gebied van de erfgoedsamenwerking tussen Nederland en Australië. En dat is een project, een databaseproject, dat wordt uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse ambassade. Het doel van het project is dat we informatie verzamelen over de samenwerking en de samenwerkingsverbanden, projecten in het bijzonder, tussen Nederland en Australië. En dan met name over het Australisch-Nederlands erfgoed. Dat klinkt misschien een beetje vaag in de eerste instantie, maar het gaat erom dat wij in kaart proberen te brengen wat er eigenlijk allemaal tussen Australië en Nederland georganiseerd wordt op het gebied van erfgoed, maar in het bijzonder wat voor projecten, activiteiten en initiatieven er zijn georganiseerd, worden georganiseerd of georganiseerd gaan worden door instanties in Australië, maar ook in Nederland op het gebied van het Australisch-Nederlands erfgoed. We hebben inmiddels heel veel informatie verzameld en het leuke ervan is dat ik inmiddels met eigen ogen kan zien hier bij het Dutch Australian Cultural Center wat er eigenlijk allemaal in de praktijk in Australië georganiseerd wordt. Het Dutch Australian Cultural Center zal een van de organisaties zijn die genoemd zal worden in de database die uiteindelijk dus ontwikkeld gaat worden. De basis is een inventarisatie. En om met eigen ogen te mogen zien wat er hier allemaal gedaan is, met name op het gebied van projecten, activiteiten en archiveren, is denk ik een heel mooi voorbeeld van het Nederlands-Australische erfgoed en de grootte ervan. Hoeveel Nederlanders er naar Australië zijn geëmigreerd en daar een nieuw leven hebben opgebouwd, maar ondertussen nog steeds hele nauwe relaties en banden hebben met hun Nederlandse roots, is denk ik een heel mooi voorbeeld en zeker ook de moeite waard om te noemen in de samenwerkingsverbanden tussen Nederland en Australië. Nou, het DACC of het Dutch Australian Cultural Center is slechts één van de vele voorbeelden die genoemd gaat worden in de database en waar ik ondertussen informatie over heb verzameld. We kijken naar bijvoorbeeld initiatieven tussen overheidsinstanties. Denk aan archieven, maar ook op het gebied van musea. Zo is er in Nederland bijvoorbeeld geregeld door Nederlandse musea aandacht besteed aan Australië. En in Australië ook aan Nederland, Nederlandse cultuur, Nederlands erfgoed in het bijzonder. Om de samenwerking te faciliteren, vragen wij eigenlijk mensen om informatie aan te leveren over de projecten die ze hebben georganiseerd of die ze gaan organiseren, zodat we beter weten wat er eigenlijk allemaal speelt tussen de twee erfgoedvelden. Mocht u dus in het verleden zelf een project hebben georganiseerd of een activiteit, denk aan een festival, expositie, tentoonstelling, misschien een magazine dat u heeft uitgebracht, dan vraag ik u om een e-mail te sturen naar mij of mij te bellen. De contactgegevens zijn bekend bij het DACC. En informatie aan te leveren zodat deze informatie in onze inventarisatie kan worden meegenomen. Nou, hartelijk dank nogmaals en veel succes!